conclusie uit dit colloquium is toch dat wat die autonome wapensystemen betreft, die er gelukkig nog niet echt zijn vandaag de dag, dat in de toekomst er moet worden voor gezorgd dat er altijd een human in the loop is. Hè. Dus dat er altijd een mens is die beslist welke target wordt geselecteerd en of dat die target een legitieme target is. En dat dat niet wordt beslist door machines. Ik neem mee van deze dag dat het heel belangrijk is dat organisaties als Pax Christi, een vredesorganisatie, opkomt voor de rechten van burgers. In het klassieke veiligheidsdiscours gaat het echt over strikt militaire bewapening, technologieontwikkeling enzovoorts. En dan is vaak de vraag, waarom werkt een vredesorganisatie voor een verbod op bepaalde wapens? Wel, dat is omdat er een shift is van het veiligheidsdenken puur militair naar een veiligheidsdenken op vlak van mensenmaat. Het gaat over menselijke veiligheid, het gaat over humanitaire ontwapening en daarom wil Pax Christi een verbod op volautomatische en wapens die dus zelf kunnen beslissen wanneer en op wie te schieten. Ja, dus wat ik meeneem van dit colloquium over cyber en nieuwe autonome wapensystemen is het feit dat beiden soms worden voorgesteld als clean wapensystemen die ja, zeer accuraat zijn en weinig collateral damage veroorzaken. Maar dat dat het paradoxaal effect heeft dat beleidsmakers daarom deze systemen misschien sneller gaan inzetten, waardoor dat er dan toch uiteindelijk veel nadelen aan verbonden zijn, met name dat er dan toch collateral damage optreedt, of collateral damage zal er altijd zijn.